mooi. Dat zeg ik niet aan jou. Nee, dat snap ik. Hoi. Hoi. Het is 28 september of zo. Hoeveel is het? 27 september, dinsdag. Olivia gaat straks naar mijn schoonouders. En ik heb een leuke dag en een iets minder leuke dag. Maar dat maakt allemaal niet uit. En ik dacht, ik laat even zien wat ik allemaal inpak als Olivia dus naar de oppas gaat. Een boterhammetje. Een fruithapje. Twee flesvoedingen van 150 ml. En een groentehappie. Ja, en daar zit dan een schoon pakje in als ze zichzelf onderpoept. En luiertjes en billendoekjes. Dus dit tasje gaat dan zo hup mee. En natuurlijk de fles, die moet ik ook inpakken. Dat moet ik niet vergeten. En dan brengt Nicky haar altijd naar zijn ouders. En vandaag haalt hij haar ook op, soort van. Want ik ga vanavond naar Harry Potter in concert. Dat is echt superleuk. Dan gaan ze dus... een orkest gaat dus alle nummers naspelen uit de film. En ik ga met Milou. En het is in Scheveningen. Dus dat gaat super leuk worden. Want we gaan lekker uit eten eerst. En daarna gaan we lekker daarheen. Dus ik heb daar heel veel zin in. Maar nu eerst ga ik naar het ziekenhuis. Naar mijn vader die is opgenomen voor 2 weken voor een nieuwe behandeling. Dus dat is wat minder leuk natuurlijk. Maar het is wel leuk dat ik naar mijn vader ga. Dus daar ga ik nu heen. Een campagne shooten voor Utrecht ga. Kijk eens, dit is een beetje, ja, het is eigenlijk niet heel leuk engel. Even kijken, even de camera goed zetten. De achtergrond is een beetje duf, hè? Slechte problem solving. Ik heb dus... vorige week streamde ik 8 jaar op Twitch. Had ik gevierd, had ik heel veel giveaways van Trust. Een headset heb ik weggegeven. 2 muizen. Deze. En 3 keyboards. Deze. Die ga ik allemaal opsturen nog. Maar ik heb dus een headsetje extra gekregen. Dus die wilde ik eigenlijk eventjes weggeven via Instagram. Ook omdat mijn partnership met Trust beëindigt. Wil ik het, zal ik maar zeggen, een soort bedankje op Instagram zetten. Van, nou, bedankt voor de leuke tijd samen, Trust. Ik heb genoten van onze samenwerking, maar aan alle goede dingen komt ook een einde. Dus, nou ja, zoiets. Maar daar wil ik dus even een fotootje van maken. Maar dit is echt een hele saaie achtergrond, denk ik, hè? Ik ga dit eens eventjes helemaal op elkaar stapelen en zo. Want dit ziet er natuurlijk uit als een super dikke giveaway. En dat is het natuurlijk ook. Maar dat wil ik dus even showen op de grams. Dus dat ga ik nu even doen. Jullie zullen de foto vast op Instagram voorbij hebben zien komen. Moet ik nog iets leukers doen met mijn haar en make-up? Ik heb er niet zo'n zin in nog. Maar ja, ik moet vanavond ook weg. Maar ik heb nu nog maar een half uurtje. Ik ga mijn make-up nu niet doen. Doe ik vanavond wel als ik uitga. Thank you.
Ik heb een mega grote ballon gekocht voor papa. In de hoop dat hij dat een beetje leuk vindt. Leuke kleurtje ook, hè? Ziekenhuis etentje. Met een theetje van Mattia. Nou, dit is toch lief. Kom ik thuis, ligt er een greets pakketje van mijn modteam. Een heel lief berichtje. Dat ze er voor me zijn in deze moeilijke tijden. Nou, vind ik echt zo lief. En lekkere chocolaatjes erbij. Nou, Nikki wil meteen een chocolaatje, dus die zal ik openmaken. En dan leg ik deze lekker bij mijn vader in het ziekenhuis op de kamer. Kan die een beetje snacken. Super lief, echt niet normaal. Ik heb er geen woorden voor. Het is zo lief. Dankjewel, lief Mottie. Oké. Nou, toen heb ik even gestreamd. Ik rijd te hard. Even kijken. Het is beter. Ik heb even 2 uurtjes gestreamd. Het ging heel goed. We hadden alle potjes gewonnen van Rainbow Six Siege. En te Milou dat ze al onderweg was. Dus ik moest vlug auto in en gaan. Maar ik kon natuurlijk Rainbow niet eerder afsluiten. Want dat is een game die je niet op pauze kan zetten. Dus nu ben ik onderweg naar Van de Valk en Tiel. Want daar hebben we afgesproken. Doen we een soort carpoolen. En daar ga ik nu heen. En dan is het lekker een avondje uit. Het is echt lang geleden dat ik zo uit ben met een vriendin. Ja, niet stappen uit, maar gewoon een avondje naar concert. Dan concert, ja, een orkest is het eigenlijk. Ik vind concert klinkt echt alsof ik met Justin Bieber ga. Waar ik overigens ook heen ga met Milou in januari. Maar dat even terzijde. Dus we gaan lekker uit eten naar Scheveningen. Een beetje uitwaaien. Heerlijk toch? Ik heb er zoveel zin in. Pijntje drinken. Eentje, want we moeten nog rijden. Maar aan het begin van de avond kan ik wel 1 wijntje drinken. Ja, heerlijk. Helemaal zin in. Dus daar ben ik nu onderweg naartoe. En ik hoop dat ik niet vergeet te vloggen. Maar dat zal het niet. Dus, let's go! Nou hoor, ze zijn uit. We zijn in Scheveningen. Pornstar Martini. Aperol Spritz voor Milou. Onze bullenbak Milou heeft even een bord vol vis en chips. Ik ben voor de pokeball gegaan. Oh, er is ook een hele bord vol trouwens, maar die van jou ziet er zo gigantisch uit, hè? Lekker! Is er een pauze in de film? Voorstelling. In de voorstelling? We zijn aangekomen in het Circus Theater. En we zijn nu even een stokje aan het afrekenen. Dankjewel! Ja. Oké. Okay. Oh, dat is deze. En dan? Oh, dat is deze. Oh, dat zijn deze twee. Oké. Nou, top. Oh, dus zij moeten er ook langs. Nee, maar goed, dat ben ik. Dank je. No problem. Dank je. Oh, net te laag. Nou, we zitten voor. Ze zijn uit. Onze tickets waren... Wij zouden eigenlijk achter dat gordijn moeten zitten. Dus de tickets zijn omgeboekt. En nu zitten we eigenlijk, ik denk misschien wel beter. Iets dichterbij. En niemand voor ons. Alleen dat wel voor ons. Dat is wel een jongen. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wat ik ervan vind. Ik hoop dat Harry Potter ook komt. Ik hoop het ook. Het is vandaag donderdag 29 september. En ik heb van de zolder eventjes mijn herfstspullen gepakt. Want ik ga de boel een beetje herfstiger maken. Dus dat ga ik nu doen. Ik dacht, het is wel leuk om te vloggen. Ik heb dus een leuke samenwerking met Ubisoft voor hun herfstsale. En daardoor wil ik ook eventjes die herfstspullen erbij pakken. Ik heb een heel grappig filmpje in mijn hoofd bedacht. Dat ga ik nu dus opnemen en ik weet eigenlijk niet of die sale nog geldt als deze video online is. Anders moet je naar de Ubisoft
hun website gaan, mocht je een nieuwe game willen kopen. Want die hebben nu dus best wel een dikke vette sale gaande. En je krijgt... Ja, ik zal het linkje even in de beschrijving zetten. Dat is een linkje, een affiliate linkje, zodat Ubisoft ook kan zien hoeveel mensen via mij bij Ubisoft terechtkomen. Dus mocht je willen supporten, klik even op het linkje. Nu ga ik eventjes dit in elkaar zetten allemaal.